leg mijn hand op de arm van de vrouw. Wilt u Hanna misschien tijdelijk afstaan? Een werkkamp is toch geen plek voor een babytje? Hanna's moeder heeft tranen in haar ogen, maar ze doet het. Terwijl ze weet dat er een kans is dat zij Hanna nooit meer zal zien. Het is oorlog. Onder leiding van Adolf Hitler hebben de nazi's de macht in Nederland overgenomen. Sini Kattenburg is 17 jaar oud en halverwege de oorlog smokkelt zij onder het oog van de Duitsers baby's naar veilige plekken. Gisteren zijn Betty en ik van de Amsterdamse huishoudschool gestuurd. Vandaag krijgen jullie je diploma, zei de directrice. We hebben nog ineens examen gedaan, protesteerde mijn vriendin nog. Toch kregen we zomaar ons diploma mee naar huis. We mogen niet meer naar school komen omdat we Jood zijn. Vandaag staan we voor de enorme deur van de crèche aan de Plantage Middelaan. Betty hoorde van de kinderopvang, waar kindertjes tot 4 jaar worden opgevangen als hun ouders werken. We bellen zenuwachtig aan. Eventjes moeten we wachten op het houten bankje in de hal en dan verschijnt directrice Henriette Pimentel. Op het eerste gezicht lijkt ze streng, maar ze blijkt een hartelijke vrouw. We krijgen gelijk ons uniform aan, een blauw jurk met een wit schort. En trots begin ik aan mijn werk in de crèche. Hier tegenover is de Hollandse Schouwburg. Het is daar volgepakt met mensen, veel lawaai en stank. Alle Joden die door de razzia's worden opgepakt, moeten hier wachten. De kinderen worden gescheiden van hun ouders. Ze moeten hier in de crèche opgevangen worden, totdat ze op transport worden gestuurd naar de werkkampen. In een paar dagen tijd bouwen we het kinderdagverblijf om tot een tijdelijk kinderthuis voor dag en nacht. Voor de baby's hebben we een extra kamer moeten inrichten. We hebben nog nooit zoveel baby's gehad om voor te zorgen. Samen met Betty en Fanny mag ik op de zolder van de crèche slapen. We moeten dag en nacht aanwezig zijn. Van de Duitsers hebben we een band om ons arm gekregen. Dat alleen wij drieën heen en weer mogen lopen van de Schouwburg naar de crèche. We moeten de kinderen ophalen die net zijn aangekomen, of we brengen de baby's naar de Schouwburg voor de voeding bij hun moeder. 4 maanden later wordt er in de gang van de crèche gesmoest over de knappe jonge man die net het kantoor van mevrouw Pimentel is binnengegaan. Ik heb hem ook opgemerkt en ik ben alvast naar de keuken gelopen om 2 kopjes surrogaatkoffie klaar te maken om die quasi nonchalant op het dienblad naar het kantoortje te brengen. Ik klop op de deur. Binnen, roept mevrouw Pimentel. Ik zet het dienblad op het bureau en lach verlegen naar de slanke, charmante verschijning die Harry heet. Dan verdwijn ik weer gauw naar de gang. Fijne avond, weet ik nog net uit te brengen. Harry is fietscourier voor de Joodse Raad. Na onze eerste ontmoeting vraagt hij aan zijn chef of hij voortaan alle boodschappen voor de crèche mag brengen. Eerst denk ik dat hij voor Fanny komt. Zij is veel knapper dan ik. Maar al snel kom ik erachter dat hij echt voor mij komt. Al gauw ziet iedereen ons als koppeltje. Mevrouw Pimentel heeft zelfs al tegen me gezegd dat het goed zal zijn als we gaan trouwen. Zo maken we veel meer kans om samen te kunnen onderduiken. We zijn met ons 4 betrokken bij een geheime missie van mevrouw Pimentel. Betty Oudkerk, Fanny Philips, Mirjam Cohen en ik. We smokkelen kinderen weg, zodat ze niet mee hoeven op transport. Ik weet wel dat het tegen de regels is, maar ik heb niet door hoe gevaarlijk het eigenlijk is. Het wegsmokkelen van de baby's gaat redelijk gemakkelijk. Ze worden in iets draagbaars gestopt, zoals een wasmand, een aardappelzak of een doos met gaatjes, waarmee we zo naar buiten lopen. Niemand die het controleert. Het pakketje wordt op straat overgenomen door iemand van het verzet. Met de grotere kinderen gaan we een eindje wandelen. Daar hebben we toestemming voor van de Duitsers. Soms maak ik een ommetje met wel 6 of 7 kinderen. Om de hoek van de laan staat dan iemand te wachten om 1 van die kinderen mee te nemen. Ik moet het kind natuurlijk wel voorbereiden. Dan zeg ik bijvoorbeeld, er komt zo een oom of een tante die je fijn meeneemt naar een boerderij. Daar ga je logeren tot papa en mama weer terugkomen. Ze moeten daarnaast natuurlijk ook op papier verdwijnen. Als er bijvoorbeeld een gezin binnenkomt met 3 kinderen en de Duitsers letten even niet op, registreren we er maar 2.
Zo kunnen we gemakkelijker een kind laten onderduiken. Op een middag is het stil in de slaapzaal. De kinderen doen hun middagslaapje. Opeens zie ik een paar Duitsers door de gang lopen. Ze lopen in de richting van de slaapzaal van de kleintjes. Vermoedelijk willen ze de kinderen controleren en tellen. Ik loop kordaat op ze af en ik ga recht voor hen staan. Weg hier, hoe durven jullie de kinderen wakker te maken? De soldaten druipen gelukkig af, geschrokken van mijn woede. Harry hoort dat er een razzia is in de buurt van de Nieuwe Hoogstraat. Hij fietst meteen die kant op en dan ziet hij mijn vader en moeder bij de tramhalte aan het Wertheimpark. Daar staan ze met mijn broertje Leo te wachten. Alle drie met een koffer naast hun schoenen. Tijd om te praten is er bijna niet, maar Harry ziet ze tenminste nog even. Zorg je goed voor Sini. Dat zijn de woorden van mijn moeder wanneer ze in de tram stapt. Ja, zegt Harry, ik zal altijd voor Sini zorgen. We horen dat ze naar Westerbork zijn gebracht. Vanavond ga ik een brief naar ze schrijven, want ik mis ze iedere dag. Onze directrice vindt ondertussen nog een manier om de kinderen ongezien weg te smokkelen. Ze neemt contact op met de hervormde kweekschool hiernaast, een opleiding voor leraren. Ze vraagt aan de directeur van Hulst of er kinderen via hun tuin naar buiten kunnen worden gesmokkeld. De kinderen hoeven alleen maar over een heg of een stuk schutting te worden geteeld, want de tuinen grenzen aan elkaar. Aan de voorkant van de kweekschool laat de conciërge mensen van het verzet binnen. Dat valt niet op, want er lopen de hele dag door mensen in en uit de school. Ver buiten het zicht van de Duitsers die buiten op straat staan, tillen wij in een paar maanden tijd minstens 200 kinderen over die heg. Ik weet nog goed dat ik mijn eerste geheime opdracht krijg. Op een ochtend, net wanneer ik bezig ben met het verschonen van een luier, moet ik me melden bij directrice Pimentel. Wanneer ik tegenover haar zit, zegt ze: je krijgt een geheime opdracht. Praat er met niemand over. Ga naar de overkant en zoek de familie van de kleine Hanna. Ik heb gehoord dat zij vanavond met haar ouders op transport moet. Maar we hebben een adres voor haar en ze mag logeren tot de oorlog voorbij is. Ik loop naar de overkant en ik moest even zoeken door de drukte. En daar vind ik haar ouders. Met lood in mijn schoenen stel ik de vraag: wilt u Hanna misschien tijdelijk afstaan? Er is een lief gezin dat voor haar wil zorgen totdat u weer terugkomt. Waar heb je het over? Fluistert de moeder terug. We kunnen zelf het beste voor ons kindje zorgen. Ik leg mijn hand op de arm van de vrouw. Een werkkamp is toch geen plek voor een babytje? Denk erover na. Hanna's moeder heeft tranen in haar ogen en zegt: weet je zeker dat ze bij een goed gezin terechtkomt? Het is een onmogelijk besluit om te nemen. Maar ze doet het. Terwijl ze weet dat er een kans is dat zij Hanna nooit meer zal zien. In de weken die volgen word ik steeds vaker naar de overkant gestuurd om aan ouders te vragen hun kind af te staan. Telkens weer die verbijsterde blikken, de tranen. De meeste ouders willen hun kinderen niet meegeven. Ze voelen zich jong en sterk en zijn opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. Het zal zwaar worden, dat geloven ze wel, maar ze willen hun kinderen bij zich houden. Naarmate de tijd verstrijdt, zien we bijna alle Joden uit Amsterdam verdwijnen. Voor ons blijven er steeds minder kinderen over om voor te zorgen. En dan komt het verschrikkelijke moment dat er twee Duitsers met zwartleren jassen plaatsnemen beneden in de hal van de crash. Onbewogen lezen zij een lijst voor met namen van crashmedewerksters die zich moeten melden voor deportatie. Ik luister gespannen en hoor mijn naam niet. Ik raak in paniek. Wie blijft er dan over? Hoe moet het zonder de directrice? Iedereen die genoemd was, stelde zich op bij de deur. Ze worden geteld en naar buiten geleid om in de auto's te stappen, maar het aantal klopt niet. Er zijn twee meisjes te weinig in de rij. Later hoor ik dat ze zich verstopt hebben op de vliering toen ze hun namen hoorden. Voor de Duitsers moet het aantal kloppen, dus werd ik samen met nog een meisje dat vooraan staat ook in de auto geduwd. Op de polderweg naast het Muiderpoortstation moeten we met de hele groep wachten. Dan wordt er omgeroepen dat vrouw Cohen zich moet melden. Ik ben ongeveer een maand geleden getrouwd met Harry Cohen, maar ik ga ervan uit dat het om Viri Cohen gaat. Zij is onderdirectrice van de crash en dochter van professor Cohen, voorzitter van de Joodse Raad. Ook Viri gaat ervan uit dat zij wordt omgeroepen en gaat zich melden. Even later komt ze terug. Ze moeten jou hebben, Sini. Ik moet mee in een overvalwagen en tot mijn verbijstering word ik teruggebracht naar de crash.
Als ik uitstap, zegt de chauffeur, nu bent u directeur. De meisjes die achtergebleven zijn, zitten verslagen en verdrietig bij elkaar. Die nacht proberen we wat te slapen. De volgende ochtend meldt zich, tot onze verbazing, Firi Cohen weer. Ik ben zo opgelucht. Ze is door haar vader van de deportatielijst geschrapt. 2 maanden later breekt mijn laatste dag aan in de crèche. We horen dat de Joodse Raad wordt opgeheven. En dat de crèche ook binnenkort moet worden ontruimd. Iedereen zegt dat we moeten onderduiken. Ik wil de kinderen niet op transport laten gaan. Het liefst ga ik met ze mee. Harry weet niet hoe hij me van het tegendeel moet overtuigen. Ik ga pas overstag als Firi tegen me zegt, ga, ga nu. Er is niks meer aan te doen. Ik ga ook. Na de laatste nacht in de crèche loop ik 's ochtends vroeg, stevig gearmd, met Harry de deur uit. We nemen niks mee. We steken de straat over, lopen langs de Schouwburg en worden onmiddellijk aangehouden door een Duitse soldaat. Persoonsbewijs. Waar gaan jullie heen? Klinkt het. We gaan even een blokje om, zegt Harry zo rustig mogelijk. Daarna gaan we weer aan het werk. De soldaat knikt en we mogen doorlopen. Heel even valt de oorlog van ons af. Heel, maar dan ook heel even voelen wij ons vrij. Den Judenraad, die hälfte muss gehen. Dat wij zelf de namen aanleveren van diegene die op transport moet. Dat zijn collega's. Dat zijn vrienden. Ik doe niet meer mee. Probeer een onderdakadres te vinden. We kunnen niet iedereen onderbrengen. Je zult moeten kiezen. Niet akkoord gaan. Dan hebben wij helemaal niets meer in eigen hand. Dat weet niet.